Geluidssterkte. Als je een veer hebt en die beweegt in verticale richting op en neer met een stift eraan, en dan heb je een stuk papier dat voorbij schuift, dan krijg je een golfspoor te zien. En van het midden tot onder of van het midden tot boven, dat is de uitwijking, zeg maar, dat wordt de amplitude genoemd. En dat is een maat voor de geluidssterkte. Hier zie je een opstijgend vliegtuig en een kanon. Die hebben een grote amplitude, die trillingen. En een bij of fluisteren is een kleine amplitude, dus zacht geluid. De eenheid van decibel is, van geluidssterkte is de decibel, afgekort met kleine d, grote b. En er valt iets op aan de schaal. Als je 20 decibel hebt, dan is dat fluisteren. Maar als je een drillboor hebt, 120 decibel, is dat niet 6 mensen die fluisteren. Dus je mag die niet optellen. Wat je wel moet doen, is 3 decibel erbij, is 2 keer zo hard geluid. Dus als je 1 scooter hebt, 83 decibel, 4. Moet je even nadenken. Eerst moet je 2 hebben. Dan heb je 86, 4, 89 en 8, 92. Dus steeds 2 keer zoveel geluidsbronnen. Hier keer 2 plus 3. Keer 2 plus 3, keer 2 plus 3. Nog een keer samengevat. Geen geluidsbron stil. 1 box 30 decibel produceert. Is 2 niet 60, maar 3 erbij. Verdubbel je. 4 geluidsbronnen, 36. Verdubbel je. 8 geluidsbronnen, 39 decibel. Nou, de gehoordrempel en de pijngrens worden hier aangegeven. De gehoordrempel is de minimale geluidssterkte die nodig is om een toon te kunnen horen. Dus is een frequentie harder, eigenlijk ligt die boven de gehoordrempel qua geluidssterkte, dan kun je hem horen. Nou, laten we eens kijken. Als je 50 Hz hebt met een geluidssterkte van 40 decibel, kun je hem niet horen, want hij ligt onder de gehoordrempel. Als we een toon hebben van 50 Hz, 80 decibel, kun je hem wel horen, want hij ligt boven de gehoordrempel. De pijngrens, die ligt een stuk hoger, meestal rond de 120, 130, 140 decibel, en daar gaan je oren letterlijk pijn doen van het harde geluid. Er komen 3 vragen. Hoe hard moet een toon van 100 Hz minimaal zijn om te kunnen horen? Nou, dan ga je kijken bij 100 Hz. Ga je omhoog tot je de gehoordrempel raakt. En dan ga je vervolgens naar links. En dan zit je rond de 36 decibel. De tweede vraag. Bij hoeveel decibel wordt de pijngrens bereikt bij een toon van 2000 Hz? Nou, dan kijken we bij 2000 Hz. En wat opvalt is dat je een schaal onder 0 hebt. 0 is dus niet het zachtste. Hier is je oor heel erg gevoelig, dus die toon hoor je heel erg snel, tussen de 1000 en 5000 Hz. Nou, bij 2000 Hz gaan we omhoog en de pijngrens wordt bereikt bij rond de 118 decibel. 3. Kun je een toon van 30 Hz 70 decibel horen? Dan kijk je bij 30 Hz 70 decibel. Ja, want die zit boven de gehoordrempel. Boven de gehoorgrens, gehoordrempel. Nou, de dBA-schaal. Wat is dat? Mensen kunnen niet alle geluiden even goed horen. De gevoeligheid van het menselijk oor hangt af van de frequentie van het geluid. Bij een decibelmeter is de gevoeligheid niet afhankelijk van de frequentie. Deze kan alle geluiden even goed meten. Nou, dan kun je een decibelmeter voorzien van een A-filter en dan krijgt hij dezelfde eigenschappen als het oor heeft. Dan kun je hem op dBA zetten en dan hoort hij net zoals de mens, zeg maar. Hoe zit dat? Als je normaal een decibelmeter hebt en je zet hem op decibel, en je hebt een toon van 100 Hz, 20 decibel, dan geeft hij gewoon 20 decibel aan. Maar voor de mens ligt hij onder de gehoordrempel, daar horen wij hem dus niet. Dus wij kunnen niet horen, terwijl hij wel 20 decibel is. Nou, het verschil tussen dB, die groene lijn, en dBA, is nogal groot bij de lage tonen, terwijl er nauwelijks verschil is bij de tonen tussen 500 en ongeveer 10.000 Hz. Bij lage tonen, daar is het verschil tussen hoe de decibelmeter hoort en hoe wij zeg maar horen, wel heel groot. Nou, kijk je bij 30 Hz, dan horen wij hem pas vanaf 62 decibel en dan kun je dat 0 dBA noemen. Dus 30 Hz, 62 decibel, de decibelmeter geeft 62 aan, maar wij horen hem dan net, zet je hem dus op dBA, dan wordt het 0.
In het verkeer is het handig dat de meter waarneemt wat de mens hoort. Daar is een instelling op DBA dus wel goed. Dat was de les.